Welkom bij een gloednieuwe spelerscarrière. Het is vandaag 31 december 2016. En je zult dus misschien een paar keer een paar knalletjes horen buiten. Dan weet je ook meteen waarom dat is. We zijn inmiddels 78 rated. Holy shit. 78 rated is wel heel erg tof. En denk ik het meest toffe aan het feit dat we 78 zijn, is dat we nu heel vaak ook gewoon in het eerste worden opgesteld. En dus, als jij in het eerste wil worden opgesteld in de selectie van Atletiek Sportclub de Bilbao, dan moet je natuurlijk wel eruit zien als iemand die 78 rated is. Beetje een vreemde manier om een 78 rated uit te zien. Leuk om je te kleden alsof je 78 rated bent. Ik zie dat voor me. Dan ga je naar de winkel. Ik wil graag eruit zien alsof ik 78 rated ben. Wat? Krijg je dat? Sevilla Athletic Bilbao, dat is de wedstrijd waar we nu gaan spelen. Under Armour hebben we vandaag weer aan. En zou ik jou eens een geheimtje vertellen? Vandaag gaan wij zien of wij de sponsordeal krijgen. Hey, waarschijnlijk al iets gezien in de titel. Dat bedenk ik me nu, dat iets in de titel gaat worden. Sevilla Athletic Bilbao, hele belangrijke wedstrijd. Want kijk, we staan maar 4 punten verschil van Sevilla. Dus als wij winnen, dan komen we heel dichtbij om die 7e plek te halen. En dus veel meer zekerheid voor de Europese plek. El Vieto, 14 doelpunten, vierde in de Liga Santander. Dat is dus de nieuwe Liga BBVA van 2016. En wij gaan ook wel lekker, maar nog lang niet zoveel doelpunten. Zij hebben ook Ben Yedder, net alsof jij uit een Star Wars film komt, man. Wat een fantastische naam. En natuurlijk ook Samir Nasri. Dat is hij toch? Samir Nasri, dat is hem. Munyan hebben we links voor staan. Inako, volgens mij heet hij Williams. Williams rechtsvoor. En wij natuurlijk in de spits. Best wel tof. Maar we zijn eigenlijk gewoon rechtsvoor, hè. Daar gaat hij, hoor. Dit is DeMarco's schot. En de allereerste kans van de wedstrijd is 7e minuut. Sevilla Athletic de Bilbao. Daar is hij, hoor. Meest verrassend is natuurlijk wel dat wij vooral nu een soort van als spits zijnde helemaal niet meer onze rechtsvoorrollen kunnen vervullen. Maar omdat we zoveel doelpunten maken, hebben ze zoiets van, weet je wat, we zetten hem gewoon in de spits, want het komt dan goed. En dit is een hele mooi moment. Raul Garcia. En Raul Garcia had gewoon veel langer door moeten lopen en met zijn rechtervoet moeten schieten, in mijn opinie, in plaats van hem hier in één keer op de slof te nemen. Kijk, ik kon gewoon rustig doorlopen, maar hij ging in één keer voor het schot. Op zich wel een mooi schot, hij zit net over de lat. Dus helaas is dat hem niet geworden. 41ste minuut. Als je rechtsonder kijkt, zie je ook mij op Facebook en Twitter. Volg mij voor mijn informatie over wat ik ga doen. Maar ook mijn reis. Dit is Icy. Boom. Holy shit. Ik stook de hele microfoon van mijn bureau af. Wat? Dit doelpunt is zo sick. Echt een lekkere goal. Echt een lekkere goal. Aannemen, rustig lopen en klappen. Wat ik wil zeggen was, op Instagram heb ik nu ook trouwens. Dus je kan me ook volgen op Instagram. Want daar ga ik op mijn reis allemaal foto's van delen. Dus dat kan je doen in de beschrijving, linkje naar mijn Instagram. En natuurlijk, Twitter en Facebook, hartstikke leuk. Dat wat jij wil. En als je daar geen interesse in hebt, is dat ook prima. We hebben hier dan dus 0-1 met een sick doelpunt. Maar de wedstrijd is nog niet over. En doelpunt gaan we straks nog een keer bekijken. Maar eerst gaan we even verder. Icy aan de bal. Die kan hier met zijn nummer 9 nog wel eens iets heel moois gaan doen. Gaat hij een voorzetje geven? Ja, een mooi chipje. Oh, Munyan. Nee, Bejat. Het is Bejat. Iemand zei laatst dat het Bejat is. Je zegt de N, dat spreek je dus niet uit. Het is een zachte N. De N is silent. Dat is de D. Het is Bejat. Bejat is het, ja. Dat is het. Maar dat maakt niet uit. Helemaal teruggekopt van de linksvoor. Maar helaas wordt dit hem niet. De wedstrijd is nog niet over. Het is namelijk de 82e minuut. En het is Icy. Die moet hier iets gaan doen. En dat gaat hij ook doen. Voorzetje in de box. Nee, hij gaat zelf. Wacht. Oh, net even te breed voor Williams. Komt opnieuw op Bejat. Die geeft hem terug aan Icy. Met een mooie, beetje een mooi voetbalwerk hier. Een mooie snelle beentjes. Een voorzet in de box. En dan is het de kans voor Munyan, kom op, Munyan. Rokasia, Icy, schot. Oh, bijna. Bijna de hele verdediging van Sevilla stuit over elkaar in die actie. Maar de 0-2 zit er helaas niet in. We zien hier ook dat Icy hier moet kijken. Kijk, 1 tackle, 2 tackle, 3 tackles. En ze vallen allemaal over elkaar heen hier. Opvallend genoeg. Een mooie actie gecoördineerd van Sevilla. Een soort van flashmob. Dit is dus, Icy speelt niet meer mee. We zijn dus gewisseld. En op zich, in de 85ste minuut, is dat niet eens zo heel erg. We zijn inmiddels nog maar 78, hè? Hey, komt er weer. Dit is opnieuw dat hele lekkere doelpunt over het hoofd van de verdediger van Sevilla. En ook de keeper, die zit er helemaal naast. Sponsordeal! Under Armour, bedrag €85.000. Vereiste, draag tijdens competitieduels een van de verschillende types Under Armour schoenen. Periode is 1 maart tot 1 juli. Dus het einde van het seizoen, van het FIFA seizoen. Daar krijgen wij €85.000 voor. En het jaar is natuurlijk nog lang niet over. Vandaar dat wij nog vast wel andere acties ook nog kunnen halen. Hè? Je weet hoe het gaat.
komen veel meer acties en misschien dat we nog andere acties van andere dingen ook nog kunnen halen. 24 gespeeld en 43 punten is wat Atletiek Bilbao heeft op dit moment. En we spelen tegen Granada. Die staan wat lager in de klassering. Dus die kunnen nog wel leren van ons in dat opzicht. De tweede wedstrijd van het filmpje is dus aanwezig. We gaan er best wel rap doorheen. Maar dat is hoe het gaat in de wedstrijdjes de laatste tijd. Want ja, als je niet zo heel veel om over te praten hebt, wil je ook gewoon lekker die wedstrijdjes heen gaan. Want te lang kijken naar allemaal dingen in het menu, daar heeft ook niemand zin in. I see een mooie paas op Aduriz. Die speelt nu wel in de spits. Wij spelen nu wel op rechts voor. Aduriz, al 35, 36 jaar oud. Hartstikke goede speler nog voor zijn leeftijd. Voorzet. Hij valt weg. Ruben Verso neemt hem aan op zijn borst. Garcia, San Jose stopt hem. En Ochoa, daar is hij toch te laat. Ochoa, de man die op het WK 2014 doorbrak. Inmiddels nu bij Granada spelende hier. Die heeft een flinke transfer gemaakt voor zijn doen. Daar is hij. Boom! Ochoa, die heeft nog zo goed gespeeld tegen Nederlands elftal. Maar hier is hij niet goed genoeg. En is het onze vriend Aduriz die hier scoort. We zijn dus een soort van, in dit geval een beetje een assist te geven. Kijk ons juichen dan hier in de achtergrond. Aduriz is echt een baas. En in deze aflevering zul je nog meer van hem gaan zien. Een vrije trap voor nummer 14. Ode aan Johan Cruijff. Klein beetje waar. Maar wat een geweldig spel was dat dan. Deze gast nummer 14 is niet goed genoeg om die vrije trap zelf te nemen. En San Jose die stopt hem. Dan is het misschien een moment van counteren. Nee, hij wordt een beetje matig weggehaald. Maar dat was dus vooral de kans voor Granada. Nou, het is inmiddels de 83ste minuut. En Icy is nog steeds een 1-0 voor tegen Granada. Dan denk je, is deze wedstrijd nou al bijna afgelopen? Nee, het is Samper. Sergio Samper. Geleend van Barcelona. Die krijgt hem op Ruben Vetso. En die scoort. En dat doet wel heel erg pijn. Oei, oei, oei. En ik hoopte nog dat we Aduriz wat meer zouden gaan zien. Maar dat was dus een leugen van mij. Het schijnt dus dat ik soms ook wel eens lieg in mijn eigen commentaar. Dit is wat het is. Een lekker doelpunt, maar helaas aan de verkeerde kant. Of gaan we misschien toch nog een keer zien. Een mooie voorzet. Hij valt wat diep. Het is in dit geval een spits die er later in is gekomen. Icy, kapt hij naar binnen? Ja, gaat hij zelf voor het schot? Nee, hij wordt getackled. Geen penalty. San Jose naar Aduriz. San Jose, Aduriz. Oh, Aduriz. Nou, als dit is wat we van hem moeten verwachten. Oei, 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 oei. En dan ziet het eruit dat het toch echt 1-1 gaat blijven. Want het is inmiddels 90 plus 1. Aduriz, ja, dit schot had hij gewoon helemaal niet moeten nemen. Naar mijn mening had hij dit schot helemaal niet moeten nemen. Dat is gewoon hartstikke jammer. Pijnlijk. En het wordt 1-1. Het wordt 1-1. En deze wedstrijd eindigt in 1-1. In deze aflevering hebben wij 4 punten gehaald. Realistisch iets. Alhoewel, ik had liever gehad dat we die 6 punten gehaald kunnen hebben. En dan meer aan konden sluiten bij de Europese gasten. Maar je merkt ook dat de gasten zijn niet zo heel tevreden over hoe wij het gaan hebben. Maar in ieder geval, bedankt voor het kijken. Een lekker korte aflevering. Want 31 december is ook voor mij. En ik ga ook lekker feesten zo. Ik hoop dat jullie een fantastisch 2007 hebben. 2007? Wauw, 10 jaar terug. 2017. En dan zie ik je graag in de volgende aflevering. See ya.